Hey YouTube, tof dat je kijkt naar een nieuwe review hier bij Thomas Opens. Met tijd voor weer een nieuw bier, een IPA. Al is het wel heel bijzonder, want op het blik staat gewoon heel simpel Double Dry Hopped IPA. En als ik me niet vergis staat op Untapped een Double Dry Hopped New England Style IPA. Dus ik ga vanuit van wat op het blik staat, staat gewoon DDH IPA. En dat we het gewoon hebben over een single IPA, 6% in alcohol. Ja, 6% alcohol. Ik denk, check het even. Van Peninsula en Soma Brewing. Twee brouwerijen uit Spanje. Het is een collab brew. Het is een ambigram. Even snel op dingetje. Untapped gecheckt. Citra, Mosaic en Eldorado. Malted barley, malted wheat, flaked oats. Dus we hebben niet alleen gewoon gerst. We hebben dus ook nog eens tarwe. En we hebben haver. Dus ik hoop op een mooi vol mondgevoel. Ondanks dat hij maar 6% is. Hop en gist. Ja, er staat dus verder niks over hier op de hopsoorten. Maar dat heb ik dus via een taak kunnen vinden. Bier is gebrouwen bij Peninsula. Maar het is een collab tussen twee brouwerijen. En als ik het hier goed zie, is de canning... Ingeblikt op 16 januari... 2020. Nou, dat is dus wel al bijna 2 maanden oud. Het is dus niet knijtervers. Het liefst heb ik een IPA als dit toch wel binnen 4 weken. Maar goed, het kan een stuk erger. Laten we wel zijn, in de meeste winkels in Nederland, de meeste Nederlandse brouwerijen zijn nog steeds heel slecht met op hun etiketten zetten wanneer de IPA's in blik zijn gegaan of in fles. Echt serieus, sorry dat ik het zeg jongens, maar tik op de vingers. Het is niet heel moeilijk en ik snap heel goed vanuit een verkooptechnisch punt dat het voor jullie makkelijker is om het er niet op te zetten. Maar voor de echte biergeeks, ja wel. Ik heb menig IPA uit de winkel meegepakt waarvan ik denk lekker. En dan blijkt het gewoon al soms al bijna een jaar oud te zijn. Ja, dat is gewoon niet heel fijn. Dus ik heb zoiets van sta achter je product en heb het lef om te zeggen. Wij hebben dit biertje. Bier. IPA. In de fles of in het blik gedaan. Op deze datum. Zodat wij als liefhebbers echt weten hoe oud is jullie bier. Genoeg gekletst, toch? We gaan even naar het bier zelf. Een van mijn favoriete glazen trouwens, wat dat betreft. Een leuke, kleine, spitslopende vorm. Hou daar wel van. Wat hoop ik met Citra, Mosaic en Eldorado? Ik hoop gewoon op een mooi fruitig bier, maar toch nog wel echt wat harsige, bittere tonen. Veel citrus, een beetje tropische vruchten. En ja, ik vraag me af hoe nijpbaar die gaat zijn dan. Want als ik dit zo zie, ja, het is wel hazy. Maar het is niet een haze voor deze of zo. We laten even het onderste in het blik zitten. Dat is eventueel voor later. Trouwens, wat er op het blik staat, had ik wel even kunnen voorlezen. Ambigram is a multi-hoppy and citric double dry hopped IPA. And it's also a word whose elements retain meaning when reviewed or interpreted from a different direction, perspective or orientation. Ik noem dit niet een nijpa. Hij is echt wel wat hazy, maar ik vind hem niet... In dat opzicht een echt een New England style IPA. Ik noem het meer gewoon een hazy IPA. Het is niet een haze for days. Ik bedoel, als ik mijn vingers er zo... Nou, ik zie echt nog wel de vorm van mijn vingers er zo een beetje door. Met een hele mooie witte schuimkraag. Ja, als ik dit zo had gezien, dan was inderdaad mijn eerste instinct gewoon een IPA. Niet echt een eye-opener wat dat betreft. Maar ja, het is wat het is toch. We gaan gewoon eens kijken wat hij doet in de neus. Wauw. Zo. Kiwi? Echt, mijn eerste instinct is... veel citrus trouwens hoor. Echt wel citrus, limoen, mandarijntjes en alles. Maar op een of andere manier wil ik zeggen kiwi. Harsig en dennig. Ja, en het is absoluut moutig. Je krijgt echt dat karamellige, moutige terug. Dat moutige zoetheid. Het is in dat opzicht een mooie balans tussen beide werelden, de mout. En wat in mijn ogen een echte IPA moet zijn. Wanneer je het echt hebt over een mooie single IPA, rond 6%, wil ik zowel de moutzoete tonen, inclusief de hoppen, goed beide in balans terugkrijgen. Mooi harsig en dennig. Echt een beetje dat lichte weedy denkie, niet te overdreven. Beetje tropisch fruit eronder door. Ja, ruikt heel erg lekker. En met bijna 2 maanden oud, het is vandaag de 7e van maart, dus bijna 2 maanden oud, valt me dat nog reuze mee. Hij komt verser over dan ik verwacht had.
Ruikt goed. We gaan gewoon eens even kijken wat hij doet qua smaak. Proost allemaal. Even mijn haar goed doen. Oké. Okay. Ten eerste, in de smaak krijg je wel mee. Hij is niet super vers meer. Je merkt het wel. Heel licht een beetje dat oude kaas in de verte. Weet je dat? Een soort van oude hop. Dat. Maar. Dankzij de tarwe en de haven. Een mooi mondgevoel. Ik bedoel niet overdreven dik of zo. Het is nog steeds maar 6%. Maar toch mooi vol. Een klein beetje dat kalk. Dat ik bij sommige van die IPA's wel eens terugkrijg. Harsig, bitter. Mooi bitter. En ik kan niet genoeg benadrukken hoe ik van een mooie bittere IPA hou. Met het tegenover dat moutzoetige. Het is gewoon in dat opzicht een leuk gebalanceerd bier. Absoluut ook in de finish weer dat bittere van de citrus, van de hop. Ja, met een tropisch vruchtenrandje. Dit is niet een fruitbommetje wat dat betreft. Dit is niet zo'n... Oh, misschien hoor je toevallig even de vaatwasser in de achtergrond. Het is niet een fruitbommetje. Het is niet dat je hier nou meteen denkt, wow, we hebben het hier over een... zoals sommige van die nijpa's kunnen zijn, super zoet, super fruitig, super juice bomb. Als hier al nijpa New England IPA staat op een taart, vraag ik me af of dat gewoon een typfoutje is geweest. Want dit komt bij mij gewoon over als een gewone, classic, old school, India Pale Ale. Hoppig, harsig, dennig, fruitig, bitter, met een zoet randje van de mout. En een mooi mondgevoel door de tarwe en de... Nou hoor je de piep van de vaatwasser. Door de tarwe en de haven. Met inderdaad subtiel in de finish een klein beetje dat licht wrangige van die tarwe. Heel subtiel, niet zoals je bij een mooi wit bier of een Weizen terug zult vinden. Maar heel subtiel licht wrangig. Ja, ik vind het een lekker bier. Een cijfer, ik denk dat ik hem 3,75 zou geven. Want het is niet het opnieuw uitvinden van het wiel wat betreft IPA. Maar het is wel in de stijl op zich super strak gebrouwen. Niet super spannend. Maar wel echt een mooie, strakke India Pale Ale. Ja, en eigenlijk is dat alles dan wat je wilt. En volgens mij was die ook niet super duur. €5,5? Tussen de 5 en de 6 euro of zo? Ik weet het niet exact meer. Maar gewoon echt een hele mooie prijs voor 44 centiliter van mooie IPA. En weer een voorbeeld dat er zeker meer landen zijn. Kijk, laten we in Nederland, we focussen ons graag natuurlijk op de Nederlandse brouwerijen. En daarnaast zijn we helemaal wild van natuurlijk alles wat er uit Amerika komt. En de UK wordt goed gewaardeerd. Er is zoveel meer in de wereld. Estland. Dat weten we allemaal wel. Litouwen komen een paar leuke brouwerijen. Polen is hartstikke goed bezig. Spanje dus. Ik bedoel, er is zoveel in de wereld. Behalve ons eigen landje en de twee grote hitters die we kennen. Wat er uit Groot-Brittannië en Verenigd Koninkrijk of Verenigde Staten komt. Dus kijk inderdaad eens wat verder dan je neus lang is. En dat klinkt zo kritisch. Maar echt waar, kijk eens wat verder. Zoek eens om je heen. Ik ben de naam van de brouwerij even kwijt. Arcus was het misschien? Uit Litouwen dacht ik inderdaad, Lithuania. Echt, ik heb er nu twee IPA's van ze gehad. Ik vond ze supergoed. En dan is het niet eens heel erg prijzig. Volgens mij waren die rond de €4 per flesje. Ik weet niet meer wat de naam was. Ik zal het eens even moeten opzoeken. En daar ga ik zeker nog een keer een review van doen. Maar wat ik daarmee wil zeggen is, zoek eens wat verder dan alleen de meest grote bekende landen. En dan kun je hele leuke dingen tegenkomen. Zoals deze Abigram van Peninsula en Soma. Gewoon mooie, lekkere, strakke India Pale Ale. 3,75 uit de 5. Neigend naar... Ik denk dat ik hem een 3,9 zou geven. Omdat hij net geen 4 is. Omdat hij net even wat complexiteit en diepgang mist. Maar wel een 3... Ja, ik doe dus niet in die tiendes op een tafel. Daar moet je voor betalen. Dat vind ik onzin. Maar dan zou ik hem een 3,9 geven. Maar hij komt waarschijnlijk met een 3,75 op een tafel. Nou, en dat was hem al voor deze review.
Als je hem leuk vond, klik op like. Vond je hem heel erg leuk? Klik op abonneer. Laat wat comments achter. Heb je wel eens wat van Soma en Peninsula gehad? Wat waren je meningen erover? Sowieso, India PLL. Zijn we een beetje te ver gegaan met al die rare milkshake IPA's en weet ik veel wat voor dingen tegenwoordig? Of heb je zoiets van bring on the weirdness en zoveel mogelijk van dat soort dingen gaan brouwen? Comments zijn altijd leuk. Ik antwoord zoveel als ik kan. En ik mag altijd graag lezen wat jullie vinden van de bieren die ik review. Onderin de omschrijvingbox links naar mijn social media en link naar de Dutch Beer Collective. Waar je Remy, onze grote Beer Geek Holland, en Gerben, de Dutch Beer Geek, terug kunt vinden. Op die website. Samen met mijn reviews natuurlijk. Links naar al onze social media. En dat was hem eigenlijk wel weer. Ik zou zeggen tot de volgende review. Proost.